Maar liefst 17 innovatieve cyberprojecten vanuit het hele land tonen hun resultaten tijdens het congres van de Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Verschillende projecten, maar met hetzelfde doel. Het weerbaar maken van burgers en bedrijven tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Ook de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen komt aan bod. We lezen gewoon dat er gehackt wordt en mensen hebben echt iets van, ja jongens, wat is het? Cybercriminaliteit, dat heeft zijn oorsprong echt in de online leefwereld van jongeren. En dat zal de aankomende jaren alleen maar toenemen. Je leest natuurlijk en je hoort zo ontzettend veel van allemaal data stelen en dergelijke. En je moet natuurlijk gewoon als burger tegenwoordig op je kieven zijn. En cybercriminaliteit gebeurt niet meer op een zolderkamertje. Vroeger kreeg je nog wel eens een mailtje vol met taalfouten, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. De risico's zijn gigantisch. Dat gaat van digitale oorlogvoering tot en met dat simpele diefstallen door de digitale wereld nu in een duizendvoud kunnen plaatsvinden. Ons project levert op maat gemaakte informatie op, waarbij ondernemers direct inzichtelijk hebben in welke mate hun organisatie op dit moment cyberweerbaar is en op welke manieren ze die cyberweerbaarheid zouden kunnen verhogen. Het project Lokale Cyberweerbaarheid houdt in dat we gedragsverandering proberen te creëren bij MKB'ers in Breda en dan met name op het bedrijventerrein Hazeldonk. Het project houdt eigenlijk in dat we drie verschillende living labs hebben opgericht. Drie living labs verdeeld in Noord-Nederland. En we hebben allemaal bedrijven bezocht en we hebben ze geholpen naar de volgende stap. Nou, het doel van het cyberproject was om MKB-ondernemers in Noord-Nederland te helpen digitaal weerbaar te worden. En er ook voor te zorgen dat ze niet worden getroffen door een ransomware aanval. Het project houdt precies in dat we volgens een vast programma de watersportondernemer een scan afnemen. Door middel van de scan wordt de watersportondernemer, die wordt zich bewust van de digitale gevaren. En aan de hand daarvan stellen wij een adviesrapport op. En hiermee kan de ondernemer aan de slag gaan. Ons cybersecurity project houdt in dat we ondernemingen veiliger willen maken door ze te monitoren op de cybersecurity. We zien de laatste jaren dat er een verschuiving is in de criminaliteit van de fysieke omgeving naar de digitale omgeving. Daarom vinden we het in Veenendaal als ICT-stad belangrijk dat we aan de voorkant in de preventieve sfeer ook met onze ondernemers nadenken hoe we het zo goed mogelijk kunnen doen. Het doel was tweeledig. Aan de ene kant wilden we kleine ondernemers helpen met hun cyberweerbaarheid. En aan de andere kant willen we eigenlijk de hele keten van de high-tech maakindustrie sterker maken. Door iedere schakel meer cyberweerbaar te maken. Tips en trucs is, ga vooral ook echte gesprekken aan met die ondernemers, met bedrijven, verenigingen. Sla enthousiast met elkaar de handen ineen op een ingewikkeld thema. Maar het is meer dan nodig dat we aan de voorkant ervoor zorgen dat bedrijven goed beveiligd zijn, ook digitaal. Schroom niet om ook zelf als gemeente bedrijven hierop aan te schrijven. Wij zien veel ondernemingen die pas gaan acteren op het moment dat ze geraakt zijn door een vorm van cybercriminaliteit. Laat het niet zover komen en wees preventief bezig en zorg ervoor dat je je zaak op orde hebt. De Reboot Camp is een event van een dag voor jongeren met skills op het gebied van IT, maar ook voor jongeren die de neiging hebben om online de grens op te zoeken. En tijdens die dag krijgen ze verschillende presentaties vanuit de politie, vanuit Defensie, over wat ze allemaal kunnen doen met hun talent, maar ook over waar de grenzen nou precies online liggen. Het doel van dit project is om uiteindelijk jongeren uit de wijk, dus rolmodellen uit de wijk, te gaan trainen op het gebied van de online leven- en belevingswereld van jongeren. En daarvan is weer het doel dat zij jongeren, professionals, wijkagenten, noem het maar op, in de wijk gaan trainen op het gebied van de online belevingswereld van jongeren. Bij dit project laten we jonge gastdocenten hackshoot in de klas lessen geven aan het basisonderwijs. Daardoor kunnen de leerlingen zich eerder identificeren en staan de gastdocenten ook veel dichter bij de leerlingen. Het doel van dit project is om jongeren de tools en vaardigheden aan te reiken om zelf beter te kunnen beslissen van hoe beoordeel ik mijn bronnen, wat is nou goede informatie, waar wil ik op vertrouwen en welke informatie vertrouw ik niet. Het project Risk Factory is een samenwerking tussen de Risk Factories en Hackshield. En binnen de Risk Factory beleven onze doelgroepen allerlei scenario's op het gebied van gezondheid en veiligheid. Dus dat gaat van verkeersveiligheid, brandveiligheid tot positieve gezondheid, maar dat is ook een stukje cybercriminaliteit. Een tip die ik zou willen meegeven is, ga gewoon aan de slag en probeer een stip op de horizon te prikken van hey, dan willen we die Reboot Camp organiseren en ga samen met die partners bouwen aan een tof event. Ga met je jongerenwerk in gesprek. Jongerenwerkers hebben gewoon vaak een goed beeld wat er speelt in de online leefwereld van jongeren, maar misschien niet altijd de middelen om het uit te voeren. En daar kun je als gemeente gewoon een rol in spelen. De
Dit project maakt deel uit van een heel groot landelijk project, waarin de vaardigheden die alle mensen nodig hebben, jong of oud, om op het web veilig te bewegen, aan bod komen. En dit is een spel als een van de opbrengsten van dat hele project. We praten hier over het spel Weerbaar op het web. Dat is een bordspel waarin informatie gegeven wordt eigenlijk over waar cybersecurity plaats kan vinden. Wat het project inhoudt is een trainingspakket om senioren bewust te maken van digitale veiligheid. Dit project gaat over digitale weerbaarheid. Vooral oudere mensen kunnen het slachtoffer worden van digitale oplichting. Dan worden ze benaderd met sms'jes, boodschappen via het internet. Soms heel sluw, heel slim. Ik heb als tip voor andere gemeenten om het spel af en toe bijna random uit te delen. Het kan gebruikt worden op basisscholen, het kan gebruikt worden op middelbare scholen. En het gaat erom dat iedereen zich bewust is van welke gevaren, tussen aanhalingstekens, klein en groot, loop ik als ik zomaar op een knop klik. Dit moet niet even voor een enkel moment zijn. Dit is iets van deze tijd waar je in komende jaren veel mee te maken zult hebben en ook steeds weer de aandacht voor zult moeten vragen. Het project Digitaal Veilig Limburg is bedoeld voor ondernemers en particulieren in Limburg. En is een vraagbaak voor op het gebied van digitale veiligheid. De studenten van Gildeopleiding en het Vista College, en dat is waar we hier zijn, die zitten achter de telefoon. Ons doel is eigenlijk dat wij twee dingen doen, denk ik. Eén is dat wij uitvoering geven aan het uitvoeringsplan wat er ligt op digitale veiligheid. Punt twee is dat we ook in het achterland van die 32 gemeenten ervoor zorgen dat gemeenten ondersteund worden om bij deze toch wel ingewikkelde thematiek een transitie te bewerkstelligen, zodat al die 32 gemeenten uiteindelijk aan de slag zijn met digitale veiligheid. Een belangrijke tip voor andere gemeentes die dit in hun eigen setting willen doen is: zoek samenwerking met je buren. Want de schaal waarop een gemeente opereert, die is gewoon te klein als het gaat over digitale veiligheid. Dus je moet partners hebben. De tip die ik heb is om in ieder geval niet alleen deze materie het hoofd te bieden. En voornamelijk te kijken naar de effecten die je wilt behalen. Om zo veiliger te worden en je basis op orde te krijgen. En er zijn hele leuke best practices. Dus laten we die met elkaar delen. Want we hebben elkaar keihard nodig om die digitale veiligheid in onze samenleving echt goed te krijgen. Het doel van het project is te werken aan een online interventiematrix. Dat houdt in dat we zowel op basis van wetenschappelijke inzichten kijken naar wat is nou effectief als het gaat om preventie. En daarnaast kijken we ook vanuit de praktijk wat daar effectief is en ook wat de ervaren knelpunten daarbij zijn. En daar besteden we ook aandacht aan. Nou, het project Beeldkamer is eigenlijk ontstaan om een beter beeld te krijgen van wat er online speelt. Om dat te kunnen combineren met die offline wereld. Ja, een beter gevoel te krijgen bij wat er aan sentiment in de stad leeft. In de Beeldkamer werken we samen met de politie, maar we werken ook samen met andere publieke organisaties. Hè. Denk aan jeugdwerk en dat soort partijen. Ja, iedereen die een bepaalde rol heeft in dat veiligheidsdomein, die is welkom in de Beeldkamer om samen een goed beeld te vormen. Een hele belangrijke tip is nog om niet alleen te investeren in contact in oorlogstijd. De kunst is om in vredestijd relaties op te bouwen. Dat kost heel veel tijd en energie, maar daar ligt echt een meerwaarde. En die komen van pas als het escaleert. Een tip of trick voor een andere gemeente die hiermee wil beginnen is: begin klein, verzamel al je data die je al in huis hebt en maak het bespreekbaar en zichtbaar. De rol van de CityDeal was dat we konden starten. We werken nu samen met 31 gemeentes, dat wil zeggen dat alle Limburgse gemeentes zijn aangesloten. Ze leveren ook een bijdrage aan het project. En dat was nooit gelukt als we niet eerst hadden kunnen laten zien wat we voor ogen hadden. Dus je moet een start kunnen maken, anders blijft het een heel abstract iets waar ook gemeentelijke bestuurders zich niet zo heel veel bij voor kunnen stellen. De rol van de CityDeal is ook om te helpen bij bepaalde initiatieven die succesvol zijn, om de verbinding te vinden met andere initiatieven. Dat is ook de reden dat wij nu met Hexshield in zoveel projecten verankerd zijn. Puur en alleen omdat de CityDeal zei: hey, mooi nieuw initiatief, sluit eigenlijk heel erg aan bij Hexshield. Hexshield is te gek, jullie zijn te gek, ga samenwerken. De CityDeal die is heel erg belangrijk geweest bij dit project. Natuurlijk omdat we de verschillende rebootcamps hiermee hebben kunnen subsidiëren. Zonder de subsidie
mede van de City Deal hadden we waarschijnlijk niet zulke gave uitvoeringen gehad. De rol van de City Deal is eigenlijk tweeledig geweest. Enerzijds natuurlijk financiële middelen om dingen te gaan organiseren, dingen te gaan doen. En anderzijds is het ook wel bedoeld om meer rugbaarheid aan te geven. Het is niet zomaar een projectgroep wat we zijn gestart. Het is nadrukkelijk een expertteam waarbij we ook hebben uitgewerkt wat zijn de doelen van die samenwerking. Wat staat ons te doen de komende tijd om dat veel planmatiger aan te pakken. Zonder City Deal was dit project er nooit in deze vorm geweest. Wij hadden al alle techniek. Die heeft de gemeente Amstelveen niet hoeven maken. Wij hadden al een heel groot netwerk. Daardoor hoefde de gemeente Amstelveen dat niet te doen. Dus het bundelen van krachten en het efficiënter maken van dit soort projecten is echt het allerbelangrijkste.